会救你。Mistaken is in bed with the rocker als hij denkt. Hij moet zo weer naar school waar zijn trots wordt gekrenkt. Mama, ik heb pijn als hij aan zijn buik vijft. Je wint er niks mee als je in je bed blijft. Ze fietst nog niet op slot, toen hij wordt al bespied. Ze wenken meer kinderen, ze angst dat dit ze niet. Ze lachen en ze wijzen en hij krimpt ineen. Wetend dat hij langs ze moet, helemaal alleen. Hoeveel geweld moet er nog komen? Hij kan er zoveel aan. Waar zijn dan onze helden? Waar hij voor hoop naartoe kan gaan. Hij neemt een hap, adem en loopt richting de groep. Ze druilen om hem heen en vangt de eerste spoep. Ze duwen en ze trekken en ze schreeuwen zijn naam. Sommy Tommy, Stommy Tommy, gaat eraan. Plots wordt het stil en valt een hand in zijn nek. Hij kijkt schuin op, het is bovenbouwer Jack. De grip wordt vast om zijn schouders heen. Even dat moment voelt hij zich niet zo alleen. Hoeveel geweld moet er nog komen? Hij kan er zoveel aan. Waar zijn dan onze helden? Waar hij voor hulp naartoe kan gaan. De schooltherapeut zit met de groep en Tom. Na een paar uur praten zijn de pesters om. Ze geven Tom een hand en zeggen sorry. Het zal niet meer gebeuren, Tom, don't you worry. Hoeveel geweld moet er nog komen? Hij kan er zoveel aan. Waar zijn dan onze helden? Waar hij voor hulp naartoe kan gaan. De kinderen van Stella Nova hebben een clip gemaakt over pesten. En dat het heel belangrijk is dat je naar iemand toe gaat en hulp krijgt. Heel veel kinderen keken naar de clip. Wauw, hij blijft echt in Joost zitten. Ja! De clip werd een heel groot succes. Iedereen vond het super tof. Ook deze drie prinsessen. Amalia, mag ik ook kijken? Wat is voor jou? Neemt nou op Adem en op de groep. Het is een erg dommertje. Ze duwen en ze trekken en ze schouwen zijn naam. Het is vermakelijk. Ja. Zelfs in China kennen ze Stommy Tommy. Hoeveel geweld moet er nog komen? Hij kan er zoveel aan. Waar zijn dan onze helden? Waar hij voor ook naartoe kan gaan. Hij neemt een hap, adem en loopt. Oh, hij heeft echt wel bekeken. Ja, echt hoor. Vet. Ja. Ze moet helemaal alleen. Hoeveel geweld moet er nog komen? De clip kwam zelfs op het Jeugdjournaal. Vandaag heb ik het over een nieuwe clip. Misschien heb je hem al een paar keer gezien. Stommy Tommy. Hij is heel erg bijzonder, want hij is al bijna 1 miljoen keer bekeken. En hij is gemaakt door kinderen. Hallo allemaal, ik sta hier met Mark Rutte. Mark Rutte, heeft u uw vriend Stommy Tommy gezien? Ja, natuurlijk heb ik die gezien. Wat vindt u ervan? Ik vind het een prachtige film. En ik vind het belangrijk dat kinderen hier in Nederland worden geholpen. En niet als baas dat Nederland gaat daar hard aan werken. En op een avond zijn de kinderen te gast bij De Wereld Draait Door. Nicky, Edley, Tommy, dat is De Wereld Draait Door. Hallo mensen, ik ben hier met de filmsterren van Stommy Tommy. De film gaat over pesten. Tommy, hoe was het om een film te maken? Dat was wel fijn voor mij. En het dat ik ook zelf weer speel, is ook wel fijn. Heeft het je geholpen? Ja, heel erg. Super. En dan hebben we ook nog de rapper en de zanger. Hoe was het om te zingen? Nou, het was gewoon heel gezellig om het samen te doen. Want we hadden ook een boodschap voor iedereen. En Tommy die zit bij ons in de klas en was gepest. En wij wilden hem helpen. Ja. Jullie hebben ook super veel likes, hè? Ja. En dan moeten jullie ook zeker door blijven doen. Ja. Blijf ons op Facebook, Instagram, alles. Overal. WhatsApp, maak het. Leukie!